We vieren een 90-jarig jubileum. En we hebben 5 jubilarissen die we in het zonnetje gaan zetten. Ook een beetje gemengde gevoelens. Omdat er na vanavond een afscheid is van het Harmonieorkest. Enkele leden stoppen en we nemen afscheid van onze dirigent. Dat is heel wat. Het is het einde van een traditie in Bredevoort. Tegelijkertijd zijn we blij dat we na vanavond toch muziek in Bredevoort houden. Omdat er een nieuwe muziekband komt, Demp.
Te eren met die 25 jaar en een heerlijk bierpakket hoop ik voor jullie. Stender, hè? Ja. We hebben al gezien in het informatieboekje. Gerrit Epping, onze trompetist. Ja, geweldig. Hij is naast Excelsior ook lid van het Vrije Tijdsorkest bij Boogie Boogie. Elke donderdagochtend gaat hij daar naartoe om muziek te maken. Sinds een tijdje heb ik gehoord speelt hij ook op dinsdagavond met een groep muzikanten. En ik vond het ook heel erg leuk om te horen dat jij thuis ook oefent. Ja. Soms oefen je alleen, maar ook regelmatig samen met andere muzikanten. Vroeger samen met baritonspeler Henk Veldboom, die inmiddels overleden is. Maar ook met trombonist Peter Veenstra en Wim Piek, tevens jouw neefje. Helemaal achterin. Ja. Hartstikke leuk. Gerrit speelt al sinds jaar en dag de reveille tijdens het volksfeest in Brevoort. 'S morgens heel vroeg. Je hebt ook heel veel kerkdiensten begeleid, vaak samen met organist. En vroeger ook nog een periode leerlingen begeleid, heb ik gehoord. Ja. Verder voerde je in het verleden regelmatig kleine reparaties uit aan instrumenten. Als er een ventiel of een mondstuk zo vast zat dat niemand hem los kreeg, dan gingen ze naar Gerrit, alias Smit Epping. Notities maken, daar doet Gerrit niet aan. Als we een optreden hadden dan, waarbij dan bijvoorbeeld stropdas gedragen moest worden, dan kwam Gerrit aan met een strik. En moesten de heren een strik dragen dan, dan droeg Gerrit de stropdas, maar hij is nou wel netjes in het zwart. In de 65 jaar heb je geholpen bij talloze acties, zoals de verkoop van bloemen, loten, vaccinelichtjes, Anjeractie, etc. Hieruit blijkt dat je heel veel gedaan hebt voor de vereniging. En 65 jaar bij de muziek zijn is ook wel zo uniek, dat de Muziekbond er niet eens een speldje voor heeft. Ah. Maar je hebt er natuurlijk ook een heleboel. Ja, en we hebben nagedacht wat we je dan als cadeau zouden geven. En dat kan eigenlijk alleen maar jouw trompet zijn. En die willen wij jou graag overhandigen vanavond. Oh, daar komt hij aan, hoor.
Dress you go, pay me back in kind, reaches what you serve.